hier ben ik weer met een filmpje. Ik heb net de brievenbus bekeken en daar zat de nieuwe Staaltoonbox in. Dus die ga ik nu met jullie op video unboxen, want ik weet niet wat erin zit, geen idee. Ik denk dat het altijd wel leuk om elke maand met jullie dat even samen te doen. Dus ik ga hem openmaken. Hij wordt weer ontzettend leuk verpakt trouwens. Met zo'n... even mijn hand voor de adres... Met zo'n leuke cover om zo'n kaal doosje. Vind ik toch altijd wel net even meer feest als het in de brievenbus ligt. Nou, dat ga ik alleen wel weer kapot scheuren, want anders krijg ik hem niet open. Altijd handig ook dat hij door de brievenbus kan. Hoef je er niet voor thuis te blijven, dan tref je hem gewoon aan. Zo ziet hij er deze maand uit. Weer in een folietje met de bekende sticker erop. Laat ik die even openmaken. Als eerste zit er het boekje in. Die pak ik er straks bij om even de prijzen op te noemen. Die leg ik nu nog even weg. Dan ga ik eens even kijken. Wat eerst opvalt is een dubbelgevouwen grote verpakking van Ecoco. Een make-up verwijderen met water. Een soort washand denk ik. Deze. Make-up verwijderen met water. De zachte XXTS microvezels hebben de eigenschap vervuiling op te nemen. De ronde, holle vezels dringen diep in de bovenhuid en lopen vol met make-up of andere verontreiniging. Dus alleen met water en dit washandje, noem ik het maar even, zou je je gezicht goed kunnen reinigen. Nou ben ik zelf meer een voorstander van gewoon een product. Een reinigingsproduct, een foam, een cleansing milk. Maakt niet uit. Dus ik ga het wel proberen. Misschien is het echt super, super geweldig. Wie weet. Maar nou ja, ik ben nog een beetje sceptisch op dit vlak. Maar ik vind het wel leuk om het een keer uit te proberen. Dan zit er in van... Paese, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Een wenkbrauwsetter, een wenkbrauwdoosje in de kleur grijs. Dit ga ik even het boekje bij pakken. Misschien is het wel iets van een soort gelachtig iets om je wenkbrauw in model te brengen. Ik ga het gewoon even erbij pakken, want anders ga ik dingen zeggen die helemaal niet kloppen. Een brauwsetter, even kijken hoor. Het is in het Engels, dus ik lees eventjes. Nou, volgens mij is het echt gewoon... Ja, light brown voor blondes en light brunettes. Dark brown voor medium dark brunettes. En graphite voor black hair beauties. Nou, ik heb dus graphite. Maar ik heb absoluut geen zwart haar. Dus hier heb ik helaas niks aan. Het is veel te donker voor mij. Maar ja, het is dus gewoon een wenkbrauwachtig. Het lijkt wel een beetje een crème substantie. Dus nou ja, deze die gaat in de tas voor de voedselbank voor mijn moeder. Want ja, hier heb ik niks aan, want ik heb geen zwart haar. Dus dan loop ik echt voor aap als ik hiermee ga lopen. Dan zit erbij van Elovi, nou ja, hoe je het uit wil spreken. Een tinted lip butter. Ook weer een merk die ik niet ken. Dat vind ik altijd wel leuk. Even kijken hoor. Dat is een lipbalsem. Ja, met een kleurtje natuurlijk. Ik heb de kleur 07. Nou, ik weet niet of dat het kleurnummer is. Er zit in 6 ingrediënten. Macadamia, notenolie, coconutolie, sunflowerolie, marulaolie, shea butter en alkanet root extracts. Allemaal natuurlijke ingrediënten. En dit is een beetje de kleur. Dat vind ik wel mooi. En lipbalsem, zeker in het, als het weer wat kouder wordt, dan vreet ik die bijna op. Dus dit vind ik denk ik wel erg leuk. Tinted lip butter. Nou, en met allemaal natuurlijke ingrediënten. Kan ook nooit kwaad. Die vind ik erg leuk. Dan zit erbij van Rosie. Dit merk hebben we al een keer eerder gehad, dacht ik. Peony heette dat toch? Nou ja, ik weet het niet zeker. Rosy Cheeks. En dit is een Natural Lip and Cheek Gel. Dat is in een tubetje. Oh kijk, dat ziet er wel heel erg leuk uit. Rosy Cheeks. Peony was de kleur van dit merk wat ik een keertje erin heb gehad. Het heet inderdaad Rosy Cheeks. 95% Natural. Een gel voor zowel je lippen te kleuren als je wangen. Heel donkerroze. Dus ik denk dat ik het eerder voor mijn lippen zou gebruiken. Of het moet vrij natuurlijk op je wangen overkomen. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
Vind ik erg leuk. Ga ik zeker proberen. Dus ook weer iets wat op je lippen kan of op je wangen. En dan zit er nog één doosje. En ik herken het merk al. Dat heeft er al een keer eerder in gezeten. Goed verpakt, zodat het niet tijdens transport kapot kan gaan. Van Manna Kadar. Ik denk dat dit een duo oogschaduw is. Oh, highlighter. Ja, je kan het ook als oogschaduw gebruiken. Bronzer highlighter. Daar vind ik de pan een beetje te klein voor, denk ik. Ja, highlighters nog wel kunnen, maar voor bronzer vind ik hem ook wel heel donker voor mij. Dus ik denk eerder dat ik dit wel meer voor mijn ogen zou gebruiken. Als een soort, nou ja, glanzende oogschaduw. Dan vind ik de kleurtjes erg mooi. En op zich vind ik dit ook, want ik heb die andere ook wel eens gebruikt. Al vind ik een heel goed gepigmenteerd. Dus hier ben ik ook wel erg blij mee. Gewoon natuurlijk. Geen gekke kleuren. Ik hoop dat je het een beetje kan zien. Nou, dat was de box. Ik zal eens even kijken wat de waarde is. Je betaalt dus €12,50 inclusief verzenden voor elke maand zo'n box. En de waarde ligt altijd hoger. Deze is al €20. De Rosy Cheeks. €20. De Manna Kadar is €18,95. Is al €38,95. Dan de Elo V is €5. Dus dan zit je op €43,95. Ik doe het uit mijn hoofd, hè, zoals ik een foutje maak. €43,95. Zeg €44. Is wat makkelijker. Deze komt op €7,95. Dus €8 erbij. Dan zit je op 52 volgens mij nu uit mijn hoofd. €52. En dan de brow setter, die is €11,95. Dus zeg €12. Dan zit je op €64 aan waarde. Nou, dat is zeker een hele mooie waarde die erin zit. Ja, wat vind ik ervan? Ik vind die washand om make-up te verwijderen, vind ik leuk om te proberen. Maar ik denk niet dat ik dit echt vaak zal gebruiken. Gewoon één keer om te proberen. Maar ik denk wel dat ik dit wel aan mijn dochter zou kunnen geven. Die gebruikt op zich ook wel make-up op zijn tijd. En dan vinden ze dit waarschijnlijk wel leuk om een keertje uit te proberen. Maar ik denk dat dit wel een product is wat bij mij in de la belandt. En nou ja, waar ik verder vrij weinig meer mee zal doen. Ja, jammer van het wenkbrauw product. Ik vind het ook een vrij heftige kleur. Dat ik denk van ja, hoeveel mensen die deze box krijgen zullen hier echt wat aan hebben. Dat vraag ik me wel af. Maar ja, jammer. Dat kan gebeuren. Dat heb je natuurlijk ook wel eens met lipstiften of lipsticks die erin zitten. Dat het je kleur niet is. Dat is de gok natuurlijk. Maar deze, ja, ik kan daar in ieder geval iemand blij mee maken bij de voedselbank. Dat weet ik zeker. Dus die ga ik aan mijn moeder meegeven. Ja, en de andere drie producten vind ik erg leuk. Ik vind die erg handig. Leuk voor in de tas ook. Deze zal ik ook zeker wel eens gebruiken. Nou ja, als oogschaduw dan. Ik ga dit niet als highlighter of bronzing powder gebruiken. Ik denk, ja, highlighter wel, maar niet als bronzer. En deze vind ik ook erg leuk, dit tubetje. Ik weet niet of ik het op mijn wangen zou gebruiken. Misschien heel licht, dat het net een beetje een roze gloed geeft. Maar als het erg fel is, voor mijn lippen prima. Vind ik het echt leuk om een keertje te proberen. Dus nou ja, dat was de box. Het leuke aan de, als je foto's trouwens op tagt, of als je staaltoon tagt van de foto's van je box, heb je ook nog kans dat je in het boekje gepubliceerd wordt. En ik zie nu toevallig inderdaad dat Tutje erbij staat. Die bezoek ik elke dag, haar blogs. Erg leuk. Dus het is wel leuk om in dat boekje nog even te bewaren en nog even door te lezen wat er allemaal staat. Dus ja, ik vind het nog steeds een aanrader, de staaltoon box. Ik ben er nog steeds super blij mee. En nou ja, ook al zit er wel eens wat in wat je niet zou gebruiken, wat je wel gebruikt aan waarde is alsnog hoger dan de €12,50 die je betaalt. Dus zeker weer, nou ja, ben er erg blij mee weer deze maand. Dit was mijn filmpje. Vind je het leuk om mijn filmpjes te volgen? Abonneer dan gratis. En voor dit filmpje kan je een duimpje omhoog doen als je dat wil. Dankjewel. Doeg!